denkbaar. Maar, maar ben je bijvoorbeeld zelf ook anders gaan denken als je aanvragen krijgt voor bepaalde nieuwe cliënten? Dat je meer gaat nadenken over misschien een risicoprofiel? Nee, dat niet. Maar ja, ik heb twee kinderen. Het is wat dat betreft ondenkbaar dat ik een kroongetuige bij zou. Dat zou je niet doen? Dat zou ik absoluut niet doen. Dat maar door zijn overlijden? Of zat je dat daarvoor ook al bedacht van dat zou ik niet doen? Ja, de kroongetuige is controversieel. Ik denk niet dat ik dat zou doen, maar het was wel denkbaar. Maar gezien mijn privé-situatie is het eigenlijk ondenkbaar om dat te doen. Ik denk dat dat voor heel veel advocaten geldt. En dat maakt dus ook dat ik daarom ook heel veel respect heb voor de advocaten die dat wel doen. Ja, maar dat is toch eigenlijk ook... ik snap het helemaal, maar het is eigenlijk ook een hele treurige constatering. Ja. Dat we in dit land, dat je als advocaat niet veilig genoeg waant om die functie... Nou ja, dat is de aanslag op de rechtsstaat waar de minister het over heeft inderdaad. En nogmaals, dit geldt ook voor rechters, voor rechtercommissaris en voor officieren van justitie die onder even moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen. Is er een moment geweest dat u ook rond de moord op Dirk Wiersum hebt gedacht, ik stop ermee? Nee, dat niet. Integendeel, weet je. Je moet ze niet laten winnen. Nee. Je moet door. Als Dirk iets denk ik had gewild, dan is het dat... Dat advocaten blijven als advocaat in hart en in nieren. Je moet doorgaan, je moet die underdog bijstaan. Je moet verdachten bijstaan, ook de kroongetuigen. Ja. Niet opgeven, nooit. Nee.